In deze video gaan we in reuze stappen door de Tweede Wereldoorlog heen. We kijken naar een aantal aspecten die van belang zijn voor deze historische context Duitsland in Europa. En daar horen de volgende kenmerken en aspecten ook bij, die hier in het blauw gemarkeerd zijn. Maar we gaan eerst even terug naar iets wat we al eerder gezien hebben, namelijk wat Hitler met zijn buitenlandse politiek hoopt te bereiken. En dat was het creëren van levensruim voor dat Duitse volk, hè, dat groot Duitse volk. En tot 1939 zagen we in de vorige video ook al, Betekende dat vooral dat hij aansluiting wilde van Duitsstalige gebieden bij dat Groot-Duitse Rijk. Hè? Dus Oostenrijk was erbij gekomen in 1938, en Sudetenland en Tsjechoslowakije was er ook bij gekomen. Nou, in 1939 zien we dat het doel van die buitenlandse politiek langzaam gaat veranderen. Dan gaat het veel meer over de overheersing van het Arische ras in Europa. Hè. En er was dus geen plek meer in Hitlers ogen voor minderwaardige volken. En ook daar hebben we het al eerder over gehad. Denk terug aan die ideologie van nationaal socialisme, waarin die rassenleer heel erg belangrijk was. Ja, en als je dan dus de kaartjes ook met elkaar vergelijkt, dan, dan zie je dus ook dat uh, op dat rechterkaartje dat dat Groot-Duitse Rijk veel groter is geworden. En dat komt omdat dus die uh, lichtroze gebieden, hè, Polen met name, uh, er ook uh, bij is gekomen. Want daar woonden uh, ja, Slavische Untermenschen en die mochten overheerst worden. Dat was in de ogen van Hitler ook nodig om ruimte te geven aan het Duitse volk en uh, om te zorgen voor voldoende voedsel voor dat Duitse volk. Nou ja, in 1938 zagen we al dat die conferentie van München uh, plaats had gevonden. Hè? En de Sovjet-Unie was niet uitgenodigd. Stalin vond dat niks. En ja, als reactie erop ging hij apart besprekingen aan met Hitler. En dat leidde tot het Molotov-von-Ribbentrop-pact. En dat zijn de namen van uh, de ministers van buitenlandse zaken. Van uh, de Sovjet-Unie en van Duitsland. En uh, ja, hier zien we dus die, 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 die Molotov. Hier zien we die van Ribbentrop. En Stalin die staat er ook bij te kijken als dat pact die overeenkomst wordt. Ondertekend. Nou ja, wat houdt dat pact precies in? Uh, er wordt bepaald dat Duitsland en de Sovjet-Unie elkaar niet aan zullen vallen in het geval dat er ooit een oorlog uit zal breken. En ze spreken in het geheim ook af uh, dat uh, Polen verdeeld zal worden tussen Duitsland en de Sovjet-Unie mocht het ooit tot een oorlog komen. Hè? Polen lag natuurlijk tussen Duitsland en de Sovjet-Unie ja. in. Ja, en dit molotov van Ribbentrop-pak, dat geeft Hitlerijk een vrijbrief om uh, Polen in te gaan nemen. En dat gebeurt dan dus ook 1 september 1939. Duitsland valt Polen binnen, want hij weet, ja, de Sovjet-Unie gaat mij niet tegenhouden nu. Maar het betekent ook dat de andere grote Europese landen, met name Frankrijk en Groot-Brittannië, dat die dus zeggen: ja, nu is het echt genoeg geweest. Hè? Nu stoppen met die appeasementpolitiek. Het heeft geen zin om Hitler dus de hele tijd zijn zin te geven. Dat is nu wel gebleken. En zij verklaren dan ook Duitsland de oorlog. En dat is het begin van de Tweede Wereldoorlog. Ja, en het Duitse leger is gigantisch sterk. Hè. De Duitse industrie die heeft op volle toeren gedraaid in de jaren voor 1939 om eh, zich ook voor te bereiden op een oorlog. En Duitsland verovert dan ook al snel grote delen van Europa. Ja, en in die veroverde gebieden zijn de gevolgen voor de bevolking het volgende. Ten eerste wordt de rechtsstaat buiten werking gesteld, ook daar is het een totalitaire staat en de burgerrechten die gelden dus niet meer. Hè? Mensen die dus niet eens waren met uh, de nationaal-socialisten, uh, die gezien werden als uh, vijanden door de nationaal-socialisten, die konden dus opgepakt worden. Joden en dergelijke konden opgepakt worden, uh, dat soort zaken. Er was geen democratie meer in die landen. En ook zien we dat de Duitsers de zogenaamde arbeidsdienst in gaan stellen. Dus de bevolking van een land dat veroverd werd, werd voor een deel uh, te werk gesteld door de Duitsers. Want zo kon de, de economie op volle toeren blijven draaien. Dat hadden de Duitsers natuurlijk ook nodig om het ook vol te kunnen houden. En dat betekent dus dat veel mensen werden gedwongen om te werken in de landbouw of in de industrie. Mijn eigen opa bijvoorbeeld, die, is, uh, die heeft uiteindelijk als dwangarbeider in een Duitse fabriek moeten werken. Ja, er is dus één groep in het bijzonder die we nog even uit moeten pakken, waar het net ook al even kort over ging, dat zijn natuurlijk de Joden. In die veroverde gebieden worden Joden systematisch van het openbare leven uitgesloten, zoals dat eerder ook al in Duitsland was gebeurd. Dus zaken werden voor Joden verboden, dat waren bijvoorbeeld bordjes die je dan in Nederland op steeds meer plekken zag. Maar uh, ja, vanaf 1932 komt er nog iets bij. Dan, dan zijn de vernietigingskampen in gereedheid gebracht. En dan worden de Joden daar naartoe getransporteerd. En dat is de zogenaamde Endlösung, de eindoplossing. De verwijdering van Joden uit de Duitse volksgemeenschap. En daar was uh, dit document, wat we hier links zien, ook heel erg belangrijk voor. Hè, de, 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 voor de nazi's. Daarin stonden de aantallen Joden voor de verschillende landen. Nou, ja, die Joden die moesten dus vernietigd worden. En dat gebeurde dus door ze te evacueren. En dat zetten we even tussen aanhalingstekens uh, naar het oosten waar die vernietigingskampen waren gebouwd en dat gebeurde onder toezicht van de SS en uh, ja, dat zijn uh, ja, de meest kwaaien van alle naties eigenlijk die hadden die vernietigingskampen ingericht en die zorgden ook voor dat die genocide op de joden in die vernietigingskampen werd uitgevoerd nou uiteindelijk leidde dat dus tot de dood van bijna 6 miljoen joden in Europa vanaf 1942 tot het einde van de tweede wereldoorlog